Marco, welkom bij ADO Den Haag. Hoe is het om hier in het Karsdienststadion te zijn? Dankjewel. Nou, ik voel me eigenlijk hartstikke goed. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn en dat ik voor ADO heb getekend. En ik heb er heel veel zin in. Nou, je tekent net als Daryl Janmaat een contract tot medio 2023. Waarom heb je uiteindelijk voor ADO Den Haag gekozen? Nou, eigenlijk sinds het eerste gesprek met Mohamdi heb ik een heel warm en fijn gevoel gekregen. En heel veel vertrouwen gekregen in hoe ADO verder wil. En daar wilde ik graag bij horen. Dus het was voor mij eigenlijk heel snel en heel makkelijk dat ik het wilde doen. Nou, wat weet jij al van ADO Den Haag? Nou, heel veel. Ik heb heel veel wedstrijden gezien. Ik heb de mensen binnen de club, buiten de club omgesproken. Dus ik heb me goed geïnformeerd. En dat was eigenlijk heel positief. En daarom sta ik nu ook hier. Nou, wat spreekt jou zo aan in ADO Den Haag? Nou, de warmte die ik vanaf begin 1 heb gekregen. En dat voelde eigenlijk heel goed. Ze wilden me heel graag hebben. Dus dat als speler wil je graag als eerste gevoel hebben. En dat had ik. Dus ik dacht, nou, dan komt het helemaal goed. Je hebt al bij veel verschillende grote clubs in Nederland gespeeld. Wat hoop jij te kunnen toevoegen aan dit ADO Den Haag? Maar ervaring, wil, plezier, energie en voetbal. Nou, als wat voor soort voetballer zou je jezelf omschrijven? Nou, als een voetballer die graag aan de bal is, die het spel graag maakt, die een leider op het veld is, die zowel binnen als buiten het veld ook de jonge jongens als het team wil helpen en vol in de strijd gaat elke minuut van de dag. Het afgelopen half jaar, hoe zag dat voor jou eruit? Apart. Natuurlijk, los van de corona ook geen vaste club te hebben waar je wedstrijden speelt. Dus het heeft me eigenlijk alleen maar meer energie gegeven voor ADO, dat ik er vol voor ga. Je conditie heb je op peil gehouden bij onder andere Jong AZ en FC Volendam. Klopt. Ik denk dat je er heel erg naar uitkijkt dat je nu eindelijk weer als contractspeler op het veld kan staan. Zeker, nou, voor de wedstrijden doe je het, dus ik kan niet wachten tot de eerste wedstrijd. Nou, hoe sta je er op dit moment fysiek voor? Goed, ik heb overal meegetraind, ik heb alles meegedaan, heel veel partijen meegedaan. Dus ik sta er eigenlijk hartstikke goed voor. Ik voel me goed, mijn lichaam voelt goed, mijn hoofd voelt goed. Dus ik ben er eigenlijk echt 100% klaar voor. Nou, 9 januari is de eerste wedstrijd weer voor ADO Den Haag tegen RKC Waalwijk. Ben jij daar al bij? Ja, daar ben ik gewoon bij. Ik voel me goed, dus dan is het aan de trainer om daar uitspraken over te doen. Maar ik voel me goed, ik wil daarbij zijn. Ik wil wat betekenen voor ADO en ik denk dat de eerste wedstrijd natuurlijk gelijk het belangrijkste is. Daar goed resultaat neerzetten, dan zitten we er goed in.